In Haaglanden Voetbal aan tafel praten we deze week met een drietal gasten. Drie trainers uit de regio. Abdullah Sari, trainer van de zondagtak van GDA. Met Corné van Doorn, die met zijn ploeg RKDO bovenaan staat in 2D. En met Mark Moen van VUK, die pakte afgelopen zondag de winst op DHC. Dat alles dadelijk na de reclame. Blijf kijken dus. Je eigen weg vinden. Niemand kan je vertellen hoe dat moet. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Het doet goed als ik over de stad uitkijk. Maar ook gewoon knallen. Geen gezeur. Werken met gasten waar je wat aan hebt. Wij zoeken mannen die niet bang zijn en die de vrijheid kunnen handelen. Ben jij zo iemand? Kom even bij ons langs. Het kan snel gaan. Bij Sir Winston kun je 7 dagen per week all-inclusive sporten voor een vaste prijs. U kunt onder andere terecht voor krachttraining en fitness, cardio en gevarieerde groepslessen. Van yoga tot high-intensity trainingen. Wij beschikken over ervaren instructeurs en kennen voordelige tarieven voor personal training. Ook beschikken we over een Finse sauna, infraroodzitjes en een loungegedeelte. Sir Winston Fitness is gevestigd boven Grand Café de Halve Maan en parkeren is gratis. De Club is het partycentrum met maandelijks terugkerende feesten. De locatie voor al uw evenementen. Tot ziens bij Sir Winston Club boven Grand Café de Halve Maan in Rijswijk. Een nieuwe aflevering en dat betekent nieuwe gasten aan tafel. We gaan praten met een drietal trainers uit de regio. Abdullah Sari, de hoofdtrainer van de zondagtak van GDA. Corné van Doorn doet het uitstekend met zijn ploeg RKDO, koploper in 2D. En last but not least, Mark Moen, de trainer van de zondag eerste klasse VUK. Afgelopen weekend nog hebben ze DHC verslagen. Dit is Haaglanden Voetbal aan tafel. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal aan tafel. Ik heb het al gezegd, we gaan praten met een drietal trainers. Ik heb ze al aan u voorgesteld. En ja, we gaan gelijk maar van start, Abdullah, GDA. We gaan even kijken naar de competitie tot nu toe. 6 gespeeld, slechts 1 wedstrijd gewonnen. Ik denk dat jij een wat andere start had voorgesteld. Nou ja, zeker. Ik had eigenlijk een beetje ingecalculeerd dat wij nu na 6 rondes ongeveer op een punt of 12 zouden moeten terechtkomen. Maar goed, je ziet het, 1 gewonnen pas. Hoe komt dat? Scorend vermogen, blijft dat achter? Nou ja, het is en-en. Ik heb natuurlijk man of 7-8 basisspelers die zijn vertrokken naar andere verenigingen. Die zijn het hoger op gaan zoeken. Ik heb een aantal, ik denk precies zijn 6 A-jongens die door zijn gekomen. En bij GDA is het beleid dat je maar max 5 jongens van buitenaf binnen mag halen. Dus we hebben gewoon een nieuwe groep. En daar probeer je gewoon het beste uit te halen. En dat lukt aardig, want als je kijkt dat, hoe de competities zijn gestart en waar we nu na 6 rondes staan, in de ontwikkeling, in de speelwijze, het samenspelen, et cetera, dat gaat steeds beter. En ik vind dat we nu de afgelopen 3 wedstrijden gewoon 9 punten hadden moeten pakken. En dat is gewoon niet gelukt. Nee, je zegt van er zijn wat spelers vertrokken. Ja, jongens die hoger op gaan. Ik zou een Celier, ja, die gaat naar HBS. Ik kan me er iets bij voorstellen dat jongens dat inderdaad kijken waar ligt mijn plafond. Ja. Maar er zijn er ook jongens die bij jullie speelden, die zijn niet naar hoger vertrokken. Die zijn bijvoorbeeld bij de zaterdag gaan spelen. Ja. Jongens die waarschijnlijk bij jou nog best wel een bruikbare kracht zouden kunnen zijn, zeker qua routine. Ja, zeker. Dat is ook het enige wat wij dit jaar missen. Alleen ja, spelers maken keuzes. En die spelers die naar zaterdag zijn gegaan, zijn jongens op leeftijd. En die hebben eigenlijk gekozen om gewoon weer met hun oude vrienden, die ook weer van een andere vereniging terug zijn gekomen. Dan is ze goed terecht. Dus ze hebben er plezier in. Ik spreek ze regelmatig op de club op donderdagavond. En ik had ze het liefst erbij gehad. Ja, zeker. En hoe kan het dan? Jullie spelen nu de laatste wedstrijd. Afgelopen weekend speel je tegen Onau. Een goede eerste helft. Ja. Een eerste helft waar je eigenlijk afstand moet nemen. En dan ja, op een gegeven moment in de tweede helft ineens gaat het niet meer naar wens. Komt dat toch, die onervarenheid?
Nou ja, ik weet ik niet. We hebben het nog met Dick nog over gehad. We spelen een hele goede eerste helft. Ik denk dat je zeker op basis van de eerste 45 minuten had je denk ik gewoon 4-0 naar binnen moeten. Doen we niet. Komen we eruit. Nou goed, op een gegeven moment is er nog steeds niks aan de hand. Wij nemen een corner. We zijn nog steeds de aanvallende partij. Creëren ook nog een kans. Daarna die corner. Keeper pakt hem en speelt een lange bal. En ineens staan we 1-1 achterin en is een doelpunt. Ja. Ja, en daarna geven we eigenlijk nog steeds niet op. Winnen nog steeds die duels en proberen nog steeds vooruit te voetballen. Dat is wel wat we dit jaar doen. Gewoon volledig echt in de aanval voetballen. Alleen ja, dan krijg je gewoon een ongelukkige bal. Mijn linkercentrale die wil die bal wegtrappen, komt voor de spits. En die trapt hem heel apart over zichzelf heen. Ja, hoe je dat doet, ik weet het niet, maar dat gebeurt dus. Ja, ja. Ja, en dan verlies je dan zo'n wedstrijd na afloop. Ja, natuurlijk zware teleurstelling natuurlijk. Want ja, ik zei het net al, 5 wedstrijden verliezen, dat gaat dan knagen, denk ik. Nee, helemaal niet. Dat is juist het mooie van mijn groep dit jaar, denk ik. Ik heb echt een hele geweldige groep. We hebben bewust de keuze gemaakt om met eigen jongens door te bouwen. En als je dan ziet na zo'n wedstrijd, ja, natuurlijk de koppen hangen. Dat is een teleurstelling. Die jongens weten dat als ze die tweede erin maken, de eerste helft, dat die wedstrijd gewoon gespeeld is en dat ze gewoon met 3 punten richting Lozane gaan. Alleen dat gebeurt niet. We zijn pas 6 weken verder en we hebben nog 20 wedstrijden te gaan. Ja, en die jongens geloven nog steeds in. Ik heb vandaag weer appjes gekregen, jongens die mij dan vragen hoe het met me gaat. En dat we er nog steeds in geloven en dat we gewoon echt wel een rol van betekenis gaan spelen in deze competitie. Ja, je zegt we hebben nog 20 wedstrijden te gaan. Nou, één daarvan is wel heel belangrijk. We kijken naar komend weekend, want dan ga je op bezoek bij Stompwijk 92. Nou, die ploeg staat onderaan, dus ja, goed, wil je wegkomen, moet je in ieder geval zo'n wedstrijd natuurlijk een volle buit pakken. Ja, zeker. Daar gaan we ook voor. Ik bedoel, we zijn nog niet één wedstrijd gestart waarvan we hebben gezegd we gaan achteroverleunen en daar gaan we voor een gelijk spelletje. Alle 6 wedstrijden hebben we ook gewoon gezegd met we gaan het veld op om te winnen. Goed, het is niet gelukt. We hebben pas 1 gewonnen. Ja, maar ook vandaag is dat gewoon de bedoeling. We gaan het veld op om te winnen. Ja. En als je kijkt naar binnen GDA, ik bedoel, vorig jaar was het natuurlijk zo'n strijd gaande. Begin van het vorige seizoen. Hè, van, ja, de zaterdag moest ineens heel belangrijk worden. Zondag niet. Zondag hebben we het vorig jaar best knap gedaan. Hoe is dat op dit moment? Ik bedoel, ook nadat er wat spelers van die zondag naar die zaterdag toe zijn gegaan. Hoe leeft dat binnen de club? Nou ja, de zaterdag staat bovenaan. Ja, kijk, ik vind als je het hebt over belangrijk zijn, is denk ik ieder lid binnen een vereniging heel belangrijk. Ik denk dat binnen GDA het juist heel erg leuk is als je kijkt naar de jeugd. We hebben een hele goede A-lichting, een B-lichting, 2 zelfs. Een C wat doorkomt, dus nog genoeg jeugd om de komende jaar mee vooruit te gaan. Maar kiezen die ook voor de zondag? Want je hoort tegenwoordig heel vaak dat jeugd wil ze graag op zaterdag voetballen, want dan kunnen ze s'avonds lekker stappen. Ja, nou goed, afgelopen seizoen heb ik er dus 6 doorgekregen van de jeugd. En 1 is er naar de zaterdag gegaan. En als ik naar de geruchten, als ik de geruchten moet geloven, de lichting die er nu aankomt, zijn er ook wel jongens, 5, 6 jongens die naar de zondag willen komen. Dus dat is mooi. Dus en, weet je, het mooie bij GDA is denk ik dat gewoon spelers de keuze hebben om of op zaterdag of zondag te voetballen. Tegenwoordig werken ze op zaterdag, nou, dan kiezen voor zondag. Werken op zondag, kiezen voor zaterdag, maar wel binnen hun eigen vereniging. En dat is denk ik ook hetzelfde met de jongens die na zaterdag zijn vertrokken. Die zien we donderdag, spreken met elkaar en die blijven gewoon voetballen voor dezelfde vereniging. Ja, dus er staan ze ook wel bij elkaar te kijken naar de wedstrijden? Ja, ik was afgelopen zaterdag ook weer bij zaterdag tegen Esdo wezen kijken. Ik weet dat Dennis Dubout, die komt altijd kijken, de voorzitter. Nou, het zijn zat jongens die bij de zaterdag en bij de zondag komen kijken. Het is gewoon één vereniging. Heel goed. Ja. Ik ga even naar de overkant. Mark, seizoen is bezig. Gepromoveerd vorig seizoen. Nieuwe klasse, eerste klasse. Hoe kijk jij tot nu toe tegen de verrichting aan van VUK? Zeg je van nou, wat ik verwacht had? Of had je gedacht van nou, ik had wel iets hoger willen staan? Ik had wel puntjes meer willen hebben. Dat zeker, ja. Ja. Maar op zich wel wat ik van verwacht had. We hoeven gewoon voor geen ploeg onder te doen. De meeste ploegen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Ondanks dat wij gepromoveerd zijn samen met een Delfshaven, een Zwervers en nog een ploeg. Den Hoorn is ook gepromoveerd, hè? Den Hoorn zat er al. Zat er al in je club, ja. Maar goed, Groeneweg is nog gepromoveerd. Ja. Ja, zijn dat een aantal ploegen die vanuit de tweede klasse komen, maar ik denk dat de ploegen aan elkaar gewaagd zijn. DHC die teruggevallen is vanuit de hoofdklasse. Maar zoals je afgelopen gisteren hebt kunnen zien, afgelopen zondag, kun je daar ook van winnen. Wij dan in dit geval. Zo zie je dat alle ploegen aan elkaar gewaagd zijn en van elkaar kunnen winnen. En, hoe ben je die wedstrijd ingegaan? Want je speelt dan, kijk, DRC op dat moment de koploper, hè? Dan niet verloren. Hoe ga je dan in de loop van de week naar zo'n wedstrijd toe?
Ja, eigenlijk vond het eigenlijk heerlijk om. Het is natuurlijk een heerlijk moment om je ploeg te motiveren. Ja. A tegen een koploper is dat makkelijk. Maar dan hadden we eigenlijk dezelfde wedstrijd, de tweede wedstrijd van het seizoen tegen Spartaan 20. Die hadden de eerste wedstrijd 6-1 gewonnen van Groeneweg. Ja, zo'n club kan alleen maar hard vallen. Dat is ook precies hoe ik het naar de groep breng. Ja, als zo'n Spartaan 6-1 wint de eerste competitiewedstrijd, dan komen ze waarschijnlijk heel relaxed het veld op en denken van we gaan het even regelen hier zo. En dan wil je ze graag pijn doen. Precies, en dat hebben we ook gedaan toen. Zondag was het inderdaad de DHC die dan een koploper is. En die zullen een keer als eerste de punten gaan verliezen. Laat dat maar tegen ons zijn. En op die manier is het uiteindelijk ook gebeurd. Ze waren op bepaalde vlakken wel de beter voetballende ploeg. We hebben een aantal meer kansen gehad. Maar ik denk dat wij precies de juiste speelwijze hebben gehanteerd. Sandro is daar geweest een wedstrijdje om te kijken. We weten een aantal spelers kennen we. Dus veelal via Jordi Brouwer het spel gespeeld wordt. Nou, we weten het ontregelen, bijna niet een spel voorgekomen. En, ja, want hij is natuurlijk wel een hele belangrijke speler bij DRC. Ja. Ja. Maar goed, die angel hebben we eruit gehaald. En dat is onder andere een van de belangrijke punten geweest waarop wij de wedstrijd uiteindelijk toch winnend hebben af weten te sluiten. Dus, ja, en dan zie ik dat zo'n strafschop heel belangrijk kan zijn. Ja, nou goed, dat zijn ook doelpunten. Zeker, ja. Jullie hebben een 9 doelpunten gemaakt, ongeveer zo'n 1,5 doelpunt per wedstrijd. Ben je daar tevreden over? Of zeg je met onze aanvallers kunnen we wel wat meer? Ja, met aanvallers kunnen we wat meer, maar bepaalde dingen is ook verklaarbaar. Boualda, die vorig jaar gewoon een heel goed seizoen gedraaid heeft, is eigenlijk nu pas sinds 2 weken terug. Jago Leidekkers, die vorig jaar 25 inschoot, die heeft zondag voor het eerst op de bank gezeten. Dan mis je al ruim de helft van je aanval. Ik heb Danny Diel dus in de punt moeten zetten, wat eigenlijk een middenvelder is. Wat hij overigens helemaal niet slecht doet, want hij heeft inmiddels 7 in liggen, dus ja. Dat zegt ook wel wat. Maar goed, je mist wel wat spelers die doelpunten kunnen maken met Boualda, die vorig jaar meen ik een doelpuntje of 8 of 10 in gaan vliegen. Met de Nijdekkers, wat ik zeg, met 25 doelpunten, dan mis je wel wat. Maar goed. Die winst op DRC, dat is natuurlijk altijd lekker. Een derby wil je altijd winnen, zeker tegen de bovenste. Maar als we kijken naar de ranglijst, was die ook heel erg belangrijk voor de ploeg. Klopt. Ja, nee, de punten waren zeker hard nodig. We hebben de laatste 2 wedstrijden hebben we dat laten liggen op bepaalde vlakken. En, nou, we hebben dat laten zien zondag dat we het recht getrokken hebben. Overigens 2 wedstrijden die we verloren hebben, maar die we niet hadden hoeven te verliezen, wil ik aangeven. Eerder wedstrijden tegen clubs die wel degelijk zijn, maar die niet bulken van de kwaliteit. En dan moet je je meten en dan moet je met de basis moet je meegaan. En dat was in dit geval duelkracht en loopvermogen. En dat hebben we eigenlijk de laatste wedstrijden een aantal keer laten liggen, te slap ingrijpen. En, dan verlies je zo'n wedstrijd ergens op de grens van België. Ja, dat was een reis, hè? Was gezellig, maar ja. Zo'n reis wordt alleen gezellig terug als je terug. Ja, dat is heel vervelend. Vraag maar eens aan RKVV, die gaat nog ver verder weg. Ja. Met wat voor doelstelling was jij het seizoen begonnen? Je weet, voor mij de afgelopen 6 jaar heb ik wel vaker geroepen dat we voor het kampioenschap spelen. Dat is lastig als je naar de eerste klasse direct promoveert om dat weer te roepen. Maar ik heb wel begin van het seizoen aangegeven dat we ook wel weer in die eerste klasse gewoon bij de bovenste plekken willen gaan spelen. En een stukje arrogantie, Haagse bluff. Maar nogmaals, ook altijd vertrouwen in de groep die ik heb. Dat mag. Zondag ga je naar Olympia, hebben ook 7 punten. Weer een cruciale partij. Elke wedstrijd. Ja. Ja. Maar goed, daar ga je wel met vol vertrouwen naartoe. Uiteraard, we hebben net van de koploper gewonnen. Olympia die staat, meen ik, een punt of 3 boven ons. Dus we zouden gelijk met hun kunnen komen. En daarnaast, als je kijkt naar de stand van de ranglijst, van de eerste 7 hebben we er nu 5 gehad. Geeft ook misschien wat aan, ondanks dat we pas 6 wedstrijden onderweg zijn. Dus als dat inhoudt wat we nog gaan krijgen en wat we zelf kunnen laten zien, volgens de vertrouwen. Ziet het er goed uit. Corné, gaan we naar jou toe. Jij nam vorig seizoen afscheid bij FC 08, daar gaan we het verder niet meer over hebben. Heb je even gedacht van toen je daar afscheid nam van, het zou voor mij wel eens een jaartje zonder voetbal kunnen worden, of heeft dat helemaal nooit gespeeld bij jou? Ja, natuurlijk wel, maar bij mij gaat het dan meer om vaak dingen die eromheen spelen. Kijk, dat spelletje kan je nooit loslaten. En soms word je er wel eens moe van dat er ook heel veel andere factoren bij betrokken worden. Maar goed, dat is dan een moment dat je dan denkt van, nou, ik ben daar helemaal klaar mee. Maar dat voetbal dat blijft trekken. Ja. Dus, goed, en dan komt de RKDO-ploeg voor jou niet onbekend. Maar op een gegeven moment, daar zijn het ook wat spelers vertrokken. Maar dat is pas in een later stadium gebeurd. RKDO komt. Heb je daar lang over moeten nadenken?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik wilde graag bij RKD aan de slag gaan. Ik ken de club natuurlijk. Een hoop talenten. Een mooie grote club. Dus ja, ik denk dat heel veel trainers daar graag willen werken. Ja. En ik had natuurlijk al 3 jaar gewerkt. En ik heb daar lang rondgelopen omdat mijn zoon daar gespeeld heeft. Ik heb daar in de buurt gewoond. Dus het was voor mij heerlijk thuiskomen daar zo. Goed, ik zei het al. Een paar spelers vertrokken. Het waren ook niet de minste die ineens werden. Als ik nu naar de ranglijst kijk, geweldig, koploper, ongeslagen. Het zijn er maar weinig ploegen die dat kunnen zeggen. Ja, ze hebben dus ook alles gewonnen, want je kan ook ongeslagen zijn. Ja, goed, zeker. Maar goed, ja, dat was op een gegeven moment vorig jaar toen ik, toen begin het jaar dat ik ingestapt ben. Dat was eigenlijk het eerste waar we mee bezig waren, want wij wisten dus dat er heel veel spelers zeg maar, in beeld waren bij andere clubs. En dat het een beetje een sneeuwbal effect kon worden. Omdat iedereen zei van ja, maar als hij weggaat. Dus dat hebben we zo snel mogelijk proberen te tackelen. En daar zijn we vrij goed in geslaagd. Toch wel een aantal belangrijke spelers binnenboord kunnen houden. Ook Robbie van Hagen die eigenlijk aan het twijfelen was of hij nog wel door wilde gaan. Die is toch doorgegaan. Ja, en daarnaast, RKD heeft een goede jeugd. Er zijn ik geloof 4 of 5 jeugdspelers doorgekomen, waarvan er 3 op dit moment in de basis spelen. Ja, dus, en die Luc Goedbloed, die weet makkelijk net te vinden. Hè? Dat was ook een speler die vorig jaar geblesseerd was en eigenlijk pas aan het einde van het seizoen aangehaakt is. Nou, die heeft de voorbereidingen even nodig gehad om zijn ritme weer terug te krijgen. En dat heeft hij bijzonder goed opgepakt. Jullie hebben afgelopen zaterdag al gespeeld. Dat was een beetje de dorpenruzie of de dorpenderby, laat ik dan maar zo zeggen. Dat is dan lekker om daar te winnen bij Olivio. Dan is die derde helft helemaal prachtig natuurlijk. Ja, nee, tuurlijk. Maar daar zijn ze natuurlijk al weken mee bezig. En voor ons was het, kijk, het blijft een wedstrijd in je reeks die je gewoon voort wil zetten. En in je doelstellingen natuurlijk. Maar je merkt gewoon... We hadden tot afgelopen zaterdag en met afgelopen zaterdag hebben we eigenlijk elke wedstrijd wel terecht gewonnen. Dus je weet wat er mogelijk is. Maar goed, in zo'n derby komen er ook andere factoren bij spelen. Ja. En we hadden toch ook wel 2 wedstrijden waar je misschien wel terecht wint. Toch wel ook wel bepaalde punten onze zwakheden getoond. En daar hebben we gewoon aan gewerkt om ervoor te zorgen dat we daar wat scherper op zijn. Zie jij Theo GB als jullie grootste concurrent? Toevallig komend weekend je tegenstander in Nooddorp. Ja, zeker. Blijft dat een beetje de vraag. Je hebt ze nog niet allemaal gehad. Er zitten er ook wel wat andere ploegjes tussen waar je van hoort dat er aardig wat kwaliteit in zit. Ja, een IVV die, VVVI, die eigenlijk maar 1 wedstrijd verloren heeft, voor de rest alles gewonnen heeft. Maar goed, we hebben zelf al tegen TGB gespeeld. Ik ken ook wat jongens van TGB. Oude bekende van je ook, Ik heb ook 2 jaar gewerkt bij TGB. En vooralsnog zie ik dat als de belangrijkste concurrent. Ja, dus dat betekent dat jullie goede zaken kunnen doen voor de periodetitel? Nou ja, we kunnen als we zaterdag winnen, of zondag. Ja, zondag. Hè. Ja, we winnen al. Moeten we er even winnen. Als we zondag winnen, dan kunnen we de periodetitel oppakken. Goed, ik ga met jullie over een aantal andere voetbalzaken praten die vaak nog eens leven. We hebben het er net al, jij maakt net ook alweer een vergissing erin. Zaterdag, zondag voetbal. Jij hebt het al aangegeven, bij GDA heb je zaterdag en zondag voetbal. Is het denkbaar dat zo'n club als GDA op een gegeven moment besluit van nou, joh, we gaan alleen verder met de zaterdag? Of is het echt zo dat jij zegt van men wil steeds die keus laten aan de spelers? Want je hebt ook clubs gezien in het verleden die ook inderdaad afscheid namen van het zaterdagvoetbal en verder gingen op de zondag. Kijk, ik weet natuurlijk niet hoe dat zich in de toekomst ontwikkelt. Maar ik denk als je nu een beetje de KNVB volgt, hè, met richting het weekendvoetbal, het onderzoeken en het praten met clubs daarover. Kijk, als dat over 2 jaar zover is en de KNVB besluit om 4 dagen aan te wijzen waarbij clubs kunnen aangeven wanneer ze willen voetballen. Ja, dan zie ik wel een club als GDA, maar ik denk alle andere clubs misschien in de regio, die kiezen voor weekendvoetbal. En dus 1 vlaggenschip, dat zie ik wel gebeuren. Maar of dat nu bij GDA nu de komende 2-3 jaar een zaterdag of zondag is, dat geloof ik niet. Meer toekomstmuziek. Hoe kijk jij dat eraan, Mark? Ik bedoel, jullie hebben vorig jaar ook, weet ik nog, in de competitiewedstrijd gespeeld bij RKD, ook op een zaterdagavond. Een wedstrijd die lekker bezocht werd. Het was druk. In de afloop blijft het dan ook vaak heel gezellig. Ik denk dat je op die zaterdagavond meer toeschouwers had bij die wedstrijd dan dat je misschien een zondag had gekregen. Nee, zeker. En in de zomerstop, zeg maar, hebben we het ook over gehad bij FUK.
voorstel om te kijken van welke wedstrijden kan je mogelijk ook op zaterdagavond gaan spelen. En hoe kwam dat uit bij FUK? Is het met ook gevoel voor? Ja, dat staat me ook wel voor open. Ja. Alleen bij FUK hebben we ook te maken met, we zijn een buurthuis van de toekomst. Ja. Dus ook de kantine, zeg maar, het buurthuis. Andere activiteiten. Wordt ook voor feesten en partijen, voor toernooitjes, voor andere zaken wordt dat verhuurd. Dus daar heb je ook mee te maken, dus het is niet altijd even mooi. Ik had bijvoorbeeld graag de wedstrijd van afgelopen zondag of zaterdagavond willen spelen. Maar dat was de kantine verhuurd, dus dat zijn dingen waar mee te maken. Ja. Maar we gaan kijken hoe we dat op andere wedstrijden, of het BMT is, of Velo, Den Horen. Dat zijn in ieder geval de wedstrijden uit de buurt. Ja. En als trainer, hoe kijk jij daar tegenover? We krijgen weekendvoetbal. Nou, net wat Abdullah zegt, KVB zegt, nou goed, je mag op vrijdagavond spelen, zaterdag of zondag spelen. Bepaal het maar. Ik heb er geen probleem mee. Nee. Ik vind het belangrijk dat het inderdaad aantrekkelijk is, ook voor het publiek. Als de jongens wel kunnen spelen en je hebt wel de optie om op zaterdagavond te spelen. Dus wel de 5 à 6 uur. Want wat Abdul aangaf, je hebt mensen die eenmaal moeten werken bijvoorbeeld of andere keuzes hebben. Waardoor ze of zaterdag of zondag voetballen. Heb ik er geen probleem mee. Maar voor de beker hebben we ook toevallig nu Jodan Boys geloot. We hebben eerder tegen SVC moeten spelen. Die vragen dan aan ons van, kunnen we naar 2 uur, omdat dat voor hun normale tijdstippen zijn. Ja. Nou, werk ik niet aan mee. Ja. Ik kan er niet mee werken. Ik mis anders 2-3 jongens. Ja. En als het zolang dat op 5-6 uur 's avonds is, dan maakt het niet uit voor mij of dat zaterdagavond is of zondag. Ja. Vrijdagavond. Maar jullie hebben het al gedaan. Tenminste, toen was jij nog geen trainer, maar RKDO heeft het gedaan. Volgens hun tweede, onder FUK en tegen Laakkwartier, geloof ik, speelden ze om 6 uur. Ik moet er wel bij zeggen, dan praat je wel over een periode in het voorjaar. Of eventueel in het najaar, in dit geval in het voorjaar. Dan moet je kijken natuurlijk, of je een wedstrijd uitkiezen. Kijk, moet je niet in december, moet je niet... Nee, precies. Dan komt er nog een rond. Maar goed, bij RKDO is dat natuurlijk best een succes worden. Veel toeschouwers en vooral... ik heb dat zelf gezien bij een van die wedstrijden. De wedstrijd was afgelopen. Daar kwam er nog een golf, vooral jeugdig publiek. Want ja, die kwamen niet zozeer voor de wedstrijd, maar die kwamen vooral voor de derde helft. Ja, dat klopt ook. En afgelopen week natuurlijk bij Olivio. Die hebben dat eigenlijk overgenomen om die wedstrijd te spelen. Ik vind het zelf ook aantrekkelijk. Bij Olivio speelden we dan om 3 uur, maar zo'n wedstrijd om 6 uur. Ik vind dat zelf persoonlijk ook aantrekkelijk. Kijk, voor mij als trainer maakt het niet uit zaterdag, zondag. Ik heb bij zaterdag en ik heb bij zondag clubs gewerkt. Het enige wat ik jammer vind bij clubs die dus en zaterdag en zondag hebben, die eigenlijk de een of de ander op deze manier kapot aan het maken is. En dat is zonde, dan kan je beter maar gelijk een keuze maken. Ja, dat zie je ook bij veel clubs waar je zegt van nou goed, wat gaat er? Kijk nu onder andere bij een Velo, waar ook daar zo'n keuze moet gemaakt gaan worden. Ander onderwerp, trainingskamp in de winterperiode. Nou, ik zit hier met de trainers die met hun club ook dadelijk in januari... de zon gaan opzoeken. Ja, Abdullah, GDA, al jaren Gran Canaria vaste stek. Ja, heerlijk. Terwijl het ook best, het is natuurlijk financieel best wel een kluif om dat allemaal rond te krijgen, denk ik. Ja, nou goed, we hebben natuurlijk vanuit de club hebben we natuurlijk een budget die we meekrijgen. En spelers dragen zelf ook een beetje bij. Dus uiteindelijk is dat ook weer dit jaar mogelijk gemaakt. Dus we gaan weer met een groep van 25 man gaan richting Gran Canaria. Waar we een weekje vertoeven en... lekker de zon opzoeken, maar ook keihard gaan trainen voor de tweede seizoen zelf. Ja, jullie hebben het jaar daarvoor, toen jij nog assistent-trainer was met Jacques Polak, trainingskamp, daarna is het geweldig aan het draaien. Ook vorig seizoen hebben jullie toch een prima tweede seizoen zelf gedraaid. En ik wilde wel even benadrukken bij GDA, het feit dat jullie daar naartoe gaan. Je hebt natuurlijk 2 man die daar natuurlijk vreselijk aan trekken. Ja. Frank van den Burg en Henk Oosterwijk. Dat zijn wel twee mensen die keihard hun best altijd doen om... Ja, het mogelijk te maken, organiseren, achter de financiën aangaan. Ja, zeker. Het is natuurlijk niet even binnen een dag geregeld. En die twee die zijn al, denk ik, vanaf juni al bezig om dat geregeld te krijgen. Dus het is echt een helse karwei om dat geregeld te krijgen. En respect naar die twee toe, vooral. Maar ook de andere mensen zoals Arnold en Leonie en de hele staf. Ja. Die er gewoon echt heel druk mee bezig zijn. Het is echt geregeld. Ja, geweldig. Nou, Mark, jij weet er alles van, organiseren van een trainingskamp. Bij heel veel clubs zijn het altijd die mensen, in dit geval noemde die twee die daar op de achtergrond volop mee bezig zijn. Jij bemoeit je er als trainer ook al heel nadrukkelijk bij. Ik ga je zelfs een van de initiatiefnemers destijds was. Voor jullie is Mark Belja de vaste pleisterplaats, zou ik maar zeggen. Ja, het is mooi voor de spelers. Een stukje eigenbelang. Trainingskampen en prijzen en in combinatie met de kleedkamerhumor zeg ik altijd, dat zijn de dingen die bijblijven als je gevoetbald hebt of later terugkijken op je voetbalcarrière.
Dat is bij FUK ook ingebracht destijds van je moet wat gaan doen. Eindhoven is een keer leuk. Ergens anders naartoe is prima. Maar als je gewoon dat kan regelen en ja. je moet er wel natuurlijk keuzes in maken. Als je dat kan regelen en als je kijkt wat de reacties zijn, of dat nou bij ons is in Marbella of Gran Canaria. Ja, het zijn de mooie dingen. Spelers gaan er graag mee natuurlijk. Hè? Ja, als je daar een goede mix van maakt van hard trainen, daarna naar de kloten gaan met z'n allen. Ja. Dat hoort gewoon bij een trainingskamp. En dat is, ik heb van jullie foto's gezien vorig jaar, dat hadden jullie een of andere activiteit. Nou, het waren allemaal gelijk een beetje verkleed of ik weet niet eens meer wat het allemaal precies was, maar het zag er geweldig uit. Ja, was top. we doen het elk jaar, probeer ik ander programma in elkaar te draaien. Voetgolf is wel iets wat veel terugkomt, dat het goed bevalt, gewoon lekker weertje en dan voetgolf met elkaar. Alleen omdat we het al 2 keer gedaan hadden, hadden we zoiets van ja, we moeten er iets mee doen. En uiteindelijk hebben we een verkleedpartij georganiseerd. Iedereen moest verplicht op het golfterrein tevoorschijn komen. Nou, meneer Looijenstein kwam eens in een outfit als een oude naakte man tevoorschijn. Ik heb het al gezien, hoor. Ik was met Sandro, waren we de Mario Brothers. De spelers hadden wat leuks geregeld. Verzorger Bert, die zag eruit als... Hoe zag je er ook weer uit, Bert? Als Bert. Als chirurg. Chirurg. Het is gewoon geweldig als je dan ziet. Ketten is als een halve Flintstone. Je noemt daarvoor net zijn naam, Sandro Tarantino, je assistent trainer. Ja, je hebt natuurlijk al die tijd moeten missen tot nu toe. Een ernstig motorongeluk gehad. Maar als het enigszins kan, je gaat hem nu altijd ophalen. Hij zit nog weer bij langs de kant. Ja. Nee, super, respect hoe hij dat oppakt. Het is gewoon een gigantische, moeilijke situatie voor hem en voor zijn familie. Ja. Maar goed, het is voor hem ook wel een uitstapje om erbij te zijn wanneer hij kan. Ja. En daar doen we met de staf alles aan om dat voor hem ook rond te breien. Ja, dat waardeert hij ook enorm. Ja, denk het wel. Natuurlijk heeft hij het moeilijk en is hij voor zichzelf hard aan het werken, omdat hij is degene die het moet doen. Ja. Maar als je hem daarbij kan helpen door hem toch uit die situatie te trekken, uit de revalidatie, uit zijn bed, dan zal hij dat ongetwijfeld prettig vinden. Dat spreekt hij ook gewoon uit. Dus, fantastisch. We hadden nog even over trainingskampen gaan. We hebben Corné, RKDO, is ook een vooruitstrevende club. Gaat ook gewoon op trainingskamp. Jullie gaan deze winterstop naar Benidorm. Klopt, ja. Dus ook de zon opzoeken? Ook de zon opzoeken, ja. Tegenwoordig doet bijna elke club dat. Je ontkomt er bijna niet meer aan. Maar ja, goed, met alle facetten, zoals Mark dat ook aangeeft. Je probeert toch op een leuke manier, op een gezellige manier hard te trainen. Je merkt vaak dat dat een periode is dat je inderdaad ter overbrugging vaak weer er beter uit kan komen. En eigenlijk allemaal op dezelfde basis. Bij ons is het ook een aantal mensen eromheen die dat regelen. Een stukje financieel. Bij ons is het dan ook zo dus dat de spelersgroep een eigen bijdrage moeten betalen. Maar die moeten ook voor die tijd nog een avond organiseren. Vorig hebben ze een tapasavond georganiseerd. Waar dus mensen dan voor kunnen inschrijven om toch nog wat extra centen voor de trainingskamp binnen te halen. En dit jaar zijn ze ook weer bezig met iets. Ik weet niet precies wat. Maar die eigen bijdrage is bij FUK geloof ik ook en bij GDA toch ook. Ik bedoel, dat is eigenlijk geen vies woord vind ik voor een speler als je daar toch naartoe gaat. Dan, bij RKDO verwachten ze dan nog een stukje extra, dus dat ze dan ook nog even een avond organiseren. Dus dat is ook niks mis, dat gebeurt er bij meerdere clubs. Tegenovergestelde, want ook zo'n avond is natuurlijk weer hartstikke leuk en daar betrek je weer andere mensen bij. Dus, en mensen vinden het leuk dat de selectie dan wat doet uiteindelijk. Heel belangrijk, precies, zeker. Ja. Goed, dan wat, helemaal iets anders. Kunstgras, wil ik het ook nog even over hebben. In het betaalde voetbal, vooral de Eredivisie, wordt er constant over gesproken. Men wil echt terug naar gewoon gras. Ja, in de amateurwereld weten we niet beter. En ik denk ook niet dat we er ooit nog naar terug gaan. Jullie hebben pas ook een nieuwe kunstgrasmat. Daar kun je nou heerlijk op trainen, denk ik. Ja, geweldig. Ik vind als je kijkt hoe wij de afgelopen 2 jaar, mijn derde jaar bij GDA, ziet hoe wij de afgelopen 2 jaar op dat hoofdveld hebben gevoetbald. En wij doen geen lange bal hanteren, dus we willen ook gewoon voetballen. Nou, dat is best lastig. Als je dan gisteren kijkt bij ONA. Het veld waar we hebben moeten voetballen, nou, denk je, daar wil je niet een tweede keer naartoe. Nee. Dat is echt gras zo hoog, geen beleiding te zien. Dat is echt een weiland. Het had een beetje geregend natuurlijk zaterdag. Ja, daar hadden we gelukkig niet zoveel last van, want het gras was best hoog. En dat echt, als je de bal op de grond deed, dan was het voor de helft zak die gewoon weg in het gras. Dus ik denk echt dat je gewoon kunstgras is gewoon ondenkbaar. Het is gewoon echt, in ieder geval, ik ben zelf nooit een voorstander geweest, omdat ik altijd op gras heb gevoetbald. Maar als ik nu zie de velden hoe ze erbij liggen, denk ik, nou weet je, ruil hem in, doe snel kunstgras en laten we lekker met z'n allen gewoon voetballen en werken aan de ontwikkeling van de spelers. Kun je begrijpen dat dan wel die discussie dan in de Eredivisie er is? Nee. Want daar zijn er ook, lijkt mij altijd, heel veel jonge spelers die op een gegeven ogenblik in de jeugd op
bijna altijd ook op kunstgras spelen. En dan gaan ze daar naar de senior. En dan, ja, komt het niet meer uit het buitenland vandaan dat zogenaamd alle Europese landen om ons heen op gras spelen en die nog wel op niveau. Maar goed, als ik nu kijk naar de afgelopen 2 weken is heel Nederland weer in Hosanna-stemming. En dan zijn we weer terug aan de wereldtop. Als ik, ik was ook enthousiast. Chauvinistisch, mooie pot winnen van Duitsland en gelijk tegen België. Dan zijn we zogenaamd bezig weer terug binnen 2 weken. Dus het is allemaal heel relatief. Maar heeft dat te maken of we nou we spelen nog eens op kunstgas in de Eredivisie. En we zijn toch alweer op de goede weg. Het heeft ook met de lichtingen te maken, met kwaliteit. Ik denk het ook wel, Maar ik denk ook met klimaatverandering. Als je kijkt dat het begon in eind augustus bond te regenen tot weet ik veel wanneer. Als je nu kijkt, we hebben weinig regen gehad. Dus als je dan weer nu kijkt, denk je, het kan ook weer zo zijn. Daar sta ik natuurlijk... Je hebt zelfs ook met de droogte die we gehad hebben, dat heel veel klus mochten niet op het veld. Daar heb je met dat kunstgas allemaal geen last van. Nee. Op het moment dat jij altijd een goede grasmat hebt, dan kan ik me wel voorstellen dat je op gas maar hoeveel spelen. Clubs hebben dat? Maar dat is niet zo. En dat is ook natuurlijk de discussie in de betaalde voetbal ten opzichte van de grotere clubs en de kleinere clubs. De grotere clubs die hebben meer geld te besteden voor het onderhoud. En dat wordt beter onderhouden als de kleinere clubs. En bij Feyenoord speelt Feyenoord 1 keer in de 14 dagen op dat veld. Nee, precies. Ja. Nou, amateurclubs gaan ook in de problemen komen natuurlijk. Nu qua capaciteit en veldbespeling. Als je dat nu niet meer gaat krijgen of je gaat terug naar gas. Ja, is niet meer maar jullie hebben ook heel lang op dat hoofdveld. Het was ook niet op een gegeven moment geweldig. Ja, dit is nu ook weer sinds vorig jaar geloof ik uitkomst. Als hoofdtrainer of als trainer van het eerst vind ik het ideaal om gewoon op het veld te trainen waar ik op ga spelen. En dat hebben we bij FUK jaren niet kunnen doen. Nee. En het zijn kleine dingetjes, diepgang bij een vrije trap, bepaalde veld of kunstgas kan je nu keuzes in maken. Ja, dat is natuurlijk ideaal. Ja. Qua trainingsarbeid ook, zeg maar. Tot slot, nog heel kort. Vorige week hadden we aan tafel wat gasten. En met name het team van Westlandia onder 23. Zijn wat aan het experimenteren met spelregels. Onder andere, daar wil ik jullie reacties op hebben. In plaats van de ingooi, de inrol of dat je hem ook mag inschieten in een bal. Zo'n nieuwe regel, hoe zou jij er tegenover staan? Nou ja, ik weet niet hoe de regel uitpakt. Maar ik vind verandering sowieso wel goed. Ik denk dat... zorgt er weer voor dat het spelletje wat spannender wordt, dat je weer fout gaat maken. Want het is natuurlijk al 100 jaar dat je op deze manier voetbalt. Ook met een paar jaar geleden dat de keeper nog een terugbal in zijn hand mocht houden. Dat mag nu allemaal niet meer. Dus dan zie je toch dat een keeper in de fout gaat, wat de wedstrijd toch wel een beetje spannend maakt. Dus ik vind regels aanpassen, ontwikkelen altijd goed. Ja, jij was niet zo voorstander van? Ik ben daar niet zo voor. Ik zie daar niet zoveel winst in. Kijk, ik zou best wel eens dat willen experimenteren en zien hoe dat gaat. Maar... ik vind sowieso dat een inworp, zeker op ons niveau, vaak niet goed genoeg gebeurt. Dus je moet gewoon zorgen dat het wel goed gebeurt. De organisatie zoals het staat, de snelheid waar je het mee doet. Ik zou dat gewoon het liefst gewoon op de oude manier willen zien. Ja, en bijvoorbeeld het toepassen van tijdstraf. Hè? Ik bedoel, je krijgt of de tegenstander, je krijgt geel en dan 5 minuten langs de kant. Ja, stop. Ik ben blij dat het nu pas ter sprake komt en niet 20 jaar geleden. Maar ik denk dat het goed is dat als je een gele kaart hebt, dat je bijvoorbeeld 5 minuten naar de kant wordt gestuurd. Ja. Dan heeft de andere partij ook daadwerkelijk daar voordeel van. En, maar goed, hoe dat met rood gaat, je gaf eerder al een voorbeeld van... Dat je dan weer mag terugwisselen na 5 minuten. Ja, ik weet niet of dat nou zo de bedoeling kan zijn, maar zeker die tijd... Maar goed, spelen, je zegt wel, het geel, de tegenstander speelt dan als de tegenstander is met 10 man. Maar je weet ook zelf, voetballen tegen 10 man is ook niet altijd een voordeel. Het zegt niet altijd alles, nee, maar over het algemeen kan het wel tot voordelen leiden. Goed, nou goed, dat is een beetje toekomst kijken. We weten niet wanneer dat ooit, en of het er ooit zover toe zal gaan komen. Ja, de tijd dringt ons om een einde aan te gaan maken. Het was een prima gesprek. Ik doe heel veel succes de komende wedstrijd. Belangrijk om in ieder geval met de zondagdag ook wat punten te gaan pakken. Dan ga je ook wat lekkerder dadelijk op trainingskamp. Ja, dat zeker. Voor jullie geldt natuurlijk komende zondag al gelijk een belangrijke wedstrijd. Pak die eerste periodetitel. Dan ben je in ieder geval verzekerd van een competitietoetje. Dat zou wel lekker zijn zo snel. Ja, goed, het gaat niet zozeer om het toetje. Maar inderdaad, graag de periodetitel pakken. En je zit gelijk in de tegenstander op afstand. En precies, gelijk als natuurlijk wel een stukje buffer creëren. Want we hebben nu echt wel het gevoel of het idee dat we... een stapje verder willen maken als alleen maar met de bovenste meedoen. We willen nu echt wel voor het kampioenschap gaan. Nou zeker, vorig jaar lukte het net niet. Nou ja, Mark, jullie zitten nieuw in deze klasse. Afgelopen week laat je zien dat je kan winnen van de koploper. En met andere woorden, FUK gaan we daar ook wat plaatsen zien stijgen. Zeker weten. Ja. Oké, daar houden we bij. Mannen, hartelijk bedankt en heel veel succes de komende wedstrijden. Thuis, bedankt voor het kijken. Dit was Haaglanden Voetbal aan tafel. En dit programma meldt zich weer volgende week. Tot dan!